Het gerucht hing al een tijdje in de lucht, maar vandaag is het officieel. Wouter Gudde is vanaf volgend seizoen de nieuwe algemeen directeur van FC Groningen. De 34-jarige Gudde komt over van Excelsior, waar hij de afgelopen 4 jaar commercieel directeur was. De nieuwe directeur speelde in het verleden als profvoetballer voor Sparta, RKC Waalwijk en Excelsior, waarna hij een studie bedrijfskunde afrondde. Gudde kijkt uit naar zijn avontuur in Groningen. Ik kan eigenlijk niet wachten tot ik de eerste dag hier ga beginnen. Ik heb hele leuke gesprekken gehad met de selectiecommissie, waar mij vooral duidelijk werd dat er hier heel veel mogelijkheden zijn om topsport te bedrijven, om te gaan presteren. En ik kom uit de sport, dus dan word je automatisch heel erg enthousiast. Wat ga je anders doen dan Hans Nijland? Ja, goede vraag. Nee, wat ik eerst ga doen is een analyse maken. Ik kan daar nu niet zo heel veel over zeggen. En die analyse die ga je in de eerste 3 maanden doen. Dan ga je heel veel observeren, dan ga je vragen stellen, dan ga je heel veel gesprekken aan met mensen. En ik ga ervan uit dat hier heel veel dingen ook goed gaan. En daar zal ik mijn eigen sausje over moeten gaan toevoegen. Maar dat zal breed gedragen moeten zijn met een hoop draagvlak. Om ervoor te zorgen dat ik ga slagen in mijn opdracht. Gudde tekent een contract voor 5 jaar, die hij zeker wil uitzitten. Ik heb een contract getekend voor 5 jaar. En laten we over 5 jaar eens kijken waar we dan staan. Wat nou als Feyenoord over 2 jaar komt? Nee, die kans acht ik heel klein. Omdat ik ben iemand die graag iets opbouwt. En niet ergens binnenstapt en dan na 2 jaar vertrekt. Die mogelijkheden heb ik in het verleden ook wel eens gehad. Maar ik vind het heel belangrijk dat als je ergens begint. Dat je na een bepaalde periode de deur dicht trekt. En dat dan de mensen daar zeggen. Nou, sinds hij is gekomen is het wel een stuk beter geworden. En dat moet, vind ik, hier ook de doelstelling zijn. De supporters van FC Groningen wilden eigenlijk een directeur met een groen-wit hart. Gudde is een echte Rotterdammer. Toch denkt de nieuwe directeur niet dat de fans zich zorgen moeten maken. Ik kan ze geruststellen, maar ik ben geen Groninger. En op dit moment heb ik ook nog geen groen-wit hart. Alleen je weet, als je gaat werken in een voetbalorganisatie, dan is het geen baan die van 9 tot 5 is. Het is geen baan die van maandag tot vrijdag duurt. Dat gaat dag en nacht door. Dus er is dadelijk bij de eerste competitie, het nieuwe seizoen, is er echt niemand meer die hoopt dat we gaan winnen dan ik. Dus dat groen-wit hart, dat komt heel snel. Gudde begint bij de start van het nieuwe seizoen bij FC Groningen.